Dat is mogen ook een verhaal, zeg. Wat is dit nou? In een rande biljongetje. Niet waar, wat in een, wat in een lokale organisatie. En het blijkt dat miljoenen mensen toegang tot die informatie hebben. Dit is allemaal van een zonderlinge, onverklaarbare. sloddervosserij die je niet voor mogelijk houdt, hoor. Het verlos kunt u mij horen? Heb je ook nog die brief gezien van die man die uh, uh, in België naar de podcast luistert en die uh, deze zomer naar Utrecht komt op vakantie? Ja, die, die wou een tip toch? Ja. Nou ja, dan moet, u moet naar het Centraal Museum, dat spreekt vanzelf. En dan moet u verder moet u de Singelwandeling maken. Want dan heeft u een heel aardig idee van, van hoe, hoe Utrecht binnen zijn muren lag. U kunt eventueel nog het... Uh, we moeten het dat Bolwerk Museum bekijken. Dat is op de zuidoostpunt van de, van de singel. Dat is ook erg een leuk klein museumpje. Daar was vroeger daar is de KMI begonnen en daar is de, was vroeger de Sterrenwacht. Heel leuk collegezaaltjes daar. Ja, alle collegezaaltjes waren zo leuk als daar. Uh, ja, wat moet je nog verder? Bijntje Museum? Ja, daar ben ik zelf nooit geweest, dus daar kan ik ook moeilijk reclame van maken. Eerlijk gezegd, oh, het Spoorwegmuseum natuurlijk. Dan hangt een beetje vanaf wat voor kinderen u heeft. Heeft u nou, of u met kleinkinderen komt of met uw eigen kinderen. Stel voor u heeft drie meisjes in de leeftijd 14, 12 en 9. Dan zou ik nou niet direct naar het Spoorwegmuseum gaan. Zo <laughs> mijn eigen kleindochter. zei na een minuutje of twintig. Van opa, ik vind daar niks aan. <laughs> ja, terwijl wel. Mijn kleinzoons in het algemeen heel enthousiast zijn. Ja, je, kunt, je ziet daar toch dat we bekend Er is een verschil tussen vrouwen en mannen. Ook als je daar helemaal niet op gestuurd hebt als ouders. Dan, dan, dan is dat dat toch. Hè? Zeiden, ja, mijn dochter was dol op My Little Pony. Nou, erger kun je het je niet voorstellen. Als volwassene met enige smaak. En ja, mijn zoon had daar niets mee. Hij heeft er ook nooit iets mee gehad ook. Dus dat, dat, ja, je kunt, en terwijl wij hadden dan ook: je moet dan niet te veel stu, sturen op jongens en meisjes achter en zo. Maar het helpt niks. Het is natuurlijk ook peergroep uh, aanpassingen enzovoort. Maar laten we nog even kijken naar die vragen die we nog zouden kunnen stellen. Ja, maar dit zijn, dit zijn allemaal vragen. Dus dat zijn de tips voor Utrecht. Um, er was ook nog iemand in Londen die uh, kwam nu naar Utrecht toe. En die vroeg nog aan jou of je nog iets van woonruimte wist. Ja, als ja, die misschien... niet een, een hele leuke verdieping in de Frans Halsstraat? Ja. Ik moet u zeggen, kijk, ik heb geen idee. Als u, als u zeer ruim bij kas bent, dan zou u nog kunnen overwegen om een makelaar te bellen. Maar er staat aan het Willeminepark al al weken, zo niet maanden een kapitaal huis te koop. Ja, hier in de straat hier om, om de hoek trouwens ook. Dat is niet aan de Willeminepark. Kennelijk nou, maar... ken ik is toch de, de, de loop is er wel een beetje uit in die, bij die bij deze dure objecten. Ja, ik denk dat ze niet goed uh, uh, geïsoleerd zijn. En dat het daarom minder interessant is. Ja, ik kan is. me er iets bij voorstellen. Als bezitter van een huis waar de wind waar ze heen waait, kan ik me er wel iets bij voorstellen, ja. Maar daar liggen wel wat huizen. Dus kijk even op Funda, zou ik tegen die man zeggen. En als je toch in Londen woont. Ja, dan is... het was geloof ik wel een soort kamerbewoner, of niet? Ja, die zocht een huurappartement. Dat zei hij inderdaad, ja. Oké, okay, eens dus even kijken. De vragen die binnen zijn gekomen, uh, dank je wel weer allemaal daarvoor. En we doen ons best om zoveel mogelijk vragen te behandelen. Word niet boos als het niet lukt, want dat zijn er gewoon te veel. Dus even kijken. Beste Maarten, zelf heb ik echt goede treinervaringen gehad, maar de trajecten die zijn wel selectief. Londen-Rotterdam is inderdaad prima. Parijs-Rotterdam is dat ook. Het beste treintraject ter wereld is... Nou, enig idee? In Tokio... Uh... Ah, ja nou, Osaka. Je zit wel in de buurt Peking-Shanghai. Oh, kijk. Ah. 1300 kilometer in vier uur. En ook Japan, inderdaad. Fantastische treinen, Osaka. Um, en China is in het geheel tussen de grote steden ook erg goed. In Rusland ooit met de trein van Sint-Petersburg naar Moskou gegaan. En zelfs dat, je gelooft het niet, was best wel goed. Dan zegt hij verder nog, de trein heeft een wetmatigheid. Hoe meer mensen rondom het station, hoe beter je kan investeren in een goed spoor. Peking en Shanghai zijn steden van meer dan 20 miljoen inwoners. Japan barst van de miljoenen steden. Treinen tussen deze steden zijn goed vol te krijgen en eh, zodoende investeren ze in de goede sporen daar. Dat nou, is wel een grote Juist, hè. kijk. De, ik heb begrepen dat de agglomeratie Tokio 65 miljoen inwoners heeft. Dat is natuurlijk ook een beetje... Als je het ruim ziet, net zo goed als de bekende corridor natuurlijk in, in het oosten van de Verenigde Staten. Ja. Een langgerekte serie van min of meer aan elkaar geschakelde steden van Boston tot Washington DC. Nou, deze man zegt wel allemaal interessante dingen. Het is duidelijk in Kenner. Hij zegt, voor goed treinverkeer is massa nodig. Europa heeft simpelweg veel te kleine steden. Een supertrein tussen Berlijn en Amsterdam zou te weinig reizigers hebben om rendabel te zijn. Nou, dat is een stoel. interessante observatie. Het, mij leek dat al het geval te zijn tussen Amsterdam en Parijs. Dat je, dat je gezien investeringen van honderden miljarden, die overigens wel gedaan zijn. Want als je even dat ongelukkige stukje overslaat van Antwerpen Brussel, dan is het talis. langs van is dat wel heel oud materieel, maar toch, dan is het talis wel snel. Het zou veranderen, zegt hij, als zowel Amsterdam als Berlijn 20 miljoen inwoners zouden hebben. Daar gaat het niet van komen. Nee. Maar dat hij denkt natuurlijk wel. in dat simpele beeld dat Amsterdam een, een zelfstand, op zichzelf staande stad is. wat het helemaal niet is. De stad is de randstad. En dat is een stad die overigens ook geen 20 miljoen inwoners heeft. maar wel tegen de 5 miljoen inwoners. He. Kijk dat wij nou dat idiote besluit hebben genomen. Dat die stad uit een heleboel verschillende gemeentetjes bestaat, ja, dat is vers 2. Maar dat het als geheel, natuurlijk, één, één regionale reuzenstad is, dat lijkt me vrij duidelijk. Nou, er is in ieder geval Joost, uh, kijken hoe zijn achter... Joost Hummelink. En uh, die zegt: Kijk ook eens even naar de TGV-kaart. Want daar kun je nog wel in ieder geval wat van opsteken. Een goed spoor komt van pas als we nog massaal in grote stenen gaan wonen. Tot die tijd zou ik niet veel rekenen op een heel groot Europees netwerk met de trein. Dat zegt hij dus. Nou, dan gaan we naar een andere vraag. Hallo Maarten. Maarten is op de hoogte van het bestaan van de ICOM-kaart. lidmaatschapskaart van de Internationale Council of Museum. Ken je dat? Nee, werd me ook in de wenen niks over verteld. Oké. Okay. Want ik vroeg nog even door, hoe zit het dan met die kaartjes? Nou, ik heb tenslotte dus de jarenkaart gekocht. Ja, dus is een kaart alleen aan te vragen door mensen die professioneel actief zijn in de muse museale sector. Ja, daar ben ik niet, dus dat... Uh... Maar rondleiders horen daar ook bij. Dat ben je natuurlijk een beetje voor, die, voor dat grijs. Ja, je zou mij een rondleider kunnen noemen. Ja. Oké. Okay. aanvraag is wel heel serieus. Alleen met een echte beoordeling krijg je hem. Nee, dat kan ik rustig vergeten. Maarten. De film Der Trafikant speelt in Oostenrijk. Net voor tijdens en na Der Anschluss. En laat ook goed zien hoe het na, de, de nazi's verder doorcijpelen in de haarvaten van de samenleving. Hmm. Nooit van gehoord, maar ik zal even kijken. Is het trafikant met een C of een K? Met een K. Oké. Okay. Hij is te bekijken op Disney Plus. En nou ja, Maarten, met Bruno Gans in zijn laatste film. Oh, als vertolker van Sigmund Freud. Nou ja, dat is wel iemand die er iets van kan. Nou. Oké. Okay. Dan hebben we hier. Uh, ja, deze is ook wel leuk. Uh, Maarten, ik heb genoten van je podcast over Wenen. Ik wilde graag je nog attenderen op het feit dat de meest gebruikte taxi in Europa nog steeds de Mercedes is. Wist je dat de Mercedes bij ontwikkeling van Mercedes-auto's jarenlang honderden taxichauffeurs in Berlijn volgde om de betrouwbaarheid van de auto's te vergroten? Sterker nog, Mercedes bouwt een speciale taxi-reeks. Die zijn allemaal beige, een hele lullig soort van kleur. Ja, dat klopt, ja. En die zijn dus eigenlijk bij voorbaat voorzien van alles wat een taxi nodig heeft. Deze man zegt, bij mijn weten is Mercedes de enige fabrikant die dit heeft gedaan. Dus het is niet toevallig dat het taxi een Mercedes is. Ik denk toch... Ik weet niet wat de, of de, wat de officiële voorschriften zijn op de verschillende locaties. Maar je zag in Wenen eigenlijk al dat, dat Mercedes op de terugtocht is. En dat eh, met name de Toyota Prius eh, dat die in opmars is. Hoi Maarten, iemand gaf in een vorige aflevering aan dat het Nederlandse spoor niet geschikt zou zijn voor de hoge snelheden. Dit is niet helemaal waar. De hoogste toegestaande snelheid is bepaald door het Nederlandse spoorbeveiligingssysteem. Het Nederlandse systeem ATP, dat staat voor automatische treinbeïnvloeding... ...laat snelheden toe van maximaal 140 km per uur. Oh. Dit terwijl de meeste treinen zelf, los van de hoge snelheidstreinen... ...snelheden van maximaal 160 km per uur kunnen behalen. Beveiligingssystemen beveiligingssysteem is dus de belemmerende factor, niet het spoor zelf. Dat zou best kunnen. Maar ja, mij ging het eigenlijk om het, 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 het verschil in, in tempo, snelheid... Dus met die trein waarmee je dan naar Berlijn gaat, dan verandert aan die trein verder niks. De wagons zijn er, gewoon de wagons volgens mij. En dan krijg je dus in Duitsland een nieuwe locomotief. Als dus je even over de grens staat, die stil. En dan gaat dat ding 200 kilometer per uur rijden. Of dat railbed daar nou aangepast is op dat... Hè, dat is het traject, het Nederlandse grens, Hannover berlijn Ik weet het niet, maar het gaat wel een stuk harder dan in Nederland. Ja. Luke is dit, die zegt het is te duur, namelijk miljoenen, misschien wel miljarden, om dat beveiligingssysteem ATP zo te programmeren dat het snelheden hoger dan 140 km per uur accepteert. En ook is het moderniseren van de Nederlandse ATP verboden door de Europese Unie. Dit omdat er in de gezamenlijke EU-verband een nieuw spoorbeveiligingssysteem gemaakt is en dat is het ERTMS-systeem. Zo, oh. die is een echte deskundige. Ja, nou ja, ik juich er toe als het uh, Europees geregeld wordt. Want dan zou je op den duur misschien ook betere coördinatie van die nationale systemen kunnen krijgen. Kijk, ik begrijp wel iets van die man die zegt dat al die steden 20 miljoen inwoners moeten hebben. Dat hebben ze in Europa nou eenmaal niet. Maar er ligt al een, een aanzienlijk netwerk van hoge snelheidstreinen. Maar iedereen zal het erover eens zijn dat dat bar slecht gecoördineerd is. Ja. Dat kan beter. Nou, het wordt zo echt een, een treinpodcast. Het grote verschil. Ja, zeg met... dat wel. Het wordt echt een trein. Misschien moeten we zo'n fluitje nemen. Ja, het grote verschil met ATP is dat ERTMS snelheden van 300 km per uur toelaat. En alle hoge snelheidstreinen en hoge snelheidslijnen. Zoals de Eurostar en de Thalys werken op dit Europese systeem. En op dit moment zijn ze in Nederland ook bezig met dat systeem aan te leggen maar daarvoor moet het spoor op de schop... en moesten de treinen van nieuwe apparatuur worden voorzien. Dus een heel verhaal. Ah, ja, interessant. Je ja. ziet dat zodra je zoiets aantikt... en het eerste, eh, laten we zeggen, een laagje van krantenwijsheid eraf schrapt... Dat het, dat het direct heel complex wordt... en dat direct blijkt dat je er eigenlijk geen reet van af weet. Martijn Weug, die heeft ook iets over de trein gestuurd. Die zegt, ja Maarten, je hebt een aantal keer al verteld dat je graag een film zou willen zien... ...waarbij er gefilmd wordt van, vanaf de bok van de meester. Ja, dat klopt. Hij heeft een YouTube-link. Die film is er dus, maar die is in gespeeld, die, die wordt door ARD en... ...ja, nee, CDF was volgens mij de auto en ARD had ik trein. Ja, maar deze meneer stuurt een YouTube-linkje. Vijf uur kijkplezier met een trein waar dus gefilmd wordt... En uh, ja, daar kun je dus de. Uh, ja, er staat ook bij de, de volledige dienst van een uh, machinist. Ah, als er maar niet te veel gelul bij is. Ja, Kijk, als er, dat is het probleem met, met die, die prachtige treinreizen die je vaak op de Nederlandse televisie zie, ziet. Dat, dat, je hoeft heel, niemand hoeft je te vertellen. Oeh, wat een prachtige bergen zien we daar in de verte. Er ligt nog sneeuw op de toppen. Zoals René Oh, wacht even kijken. Ik ben het even aan het opzoeken. Kijk eens. die feestmuziek heeft men. Oh ja, ja, dat is het idee. Zo was enkelspoor. Ook eigenaardig natuurlijk. We hadden ook een paar enkelspoortrajecten. Waarbij dan moet je wachten tot de tegenligger voorbij is. Maar jij zou hier vijf uur naar gaan zitten kijken. Nou, vijf uur vind ik wel erg lang. Maar ik was dol op die. Om tot rust te komen in het hoofd. Op die ARD-filmpjes. Er is bovendien volgens mij een boekhandel in Den Haag. Waar ze op dit werk gespecialiseerd zijn. En dan kun je echt een mega-collectie DVD's enzovoort kopen. met al die treinreizen. Maar dit is vrij eentonig, want er verandert niet heel veel. Dit stukje is eentonig, maar als het even aan zou zetten. dan eentonig. zou je zien dat er dadelijk een kudde bizons verschijnt op de, op de rails. Je weet maar nooit. Nee. nee. Toch grappig dat dat treinverhaal van jou maakt toch veel los bij luisteraars. Enorm veel. Dat komt omdat er allerlei andere mensen ook in die treinen hebben gezeten. Ja. Dit is dus eigenlijk een, een typisch voorbeeld van... Ik heb het zelf ook meegemaakt. Ja. Dat waren die mensen ook met 9-11 die dan met gebroken stem zeiden... Ik heb, ik heb zelf op de toren gestaan. Ik heb, ik heb daar een eitje gegeten daarboven. Dat, dit werk. Hè? Participant. Hier is Jaap van Belen en die zegt. Uh, Geachte heer Van Rossum, wat vindt u van de opvatting van de natuurkundige Arno Jaspers over stikstof? Nou, ik begreep dat die Jaspers er behoorlijk naast zat. Er stond een heel aardig stuk in de NRC van twee deskundigen. Ik meen één uit Wageningen en één uit Leiden. Ik ben natuurlijk de naam vergeten. Die ene man was die meneer De Vries, waarnaar een van onze luisteraars al een keer verwezen had. Die dacht dat die meneer de Vries het grondig, mijn standpunt grondig met de, gelegen, het, met de grond gelijk zou maken. Maar dat was helemaal niet zo. Die meneer de Vries was een vrij, vrij uitgesproken voorstander van een stevig uh, anti-stikstofbeleid. Uh, anti ja, dat is nu ook uh, wat je een beetje hoort rondom de BBB. Hè? Dat, uh, dat tv-programma Even Tot Hier had uh, ook uh, helemaal gehakt gemaakt van het partijprogramma van de BBB rondom stikstof, dat ze dat kan, kan allemaal niet, wat zij willen. Nee, dat was ook een van de kritische brief. dat, dat mevrouw Van der Plas uh, had de suggestie gewekt, dat ze helemaal niet wist van die Europese regelgeving en het Europese raamwerk. En nou ja, de, de briefschrijver zei, uh, hoe kan dat nou dat ze dat niet weet? Hoe zit dat in elkaar? Word ik bij de neus genomen? Mijn indruk was toch wel vrij sterk dat, dat hij bij de neus genomen werd, ja. Hallo Maarten, zou je misschien een keer aandacht willen besteden aan de Nederlandse Republiek? Hoe kon een klein land tijdens een lange oorlog zo machtig worden? En hoe kwamen ze op het revolutionaire idee om het koningshuis maar af te schaffen? Het vriendelijke goed Martin Wolfgang. Ja, dat gaat dus over de hele geschiedenis van de Republiek. Wat inderdaad in alle opzichten een volstrekt unicum was. En dat had te maken met, met het feit dat er verrekt veel geld werd verdiend door de Republiek. En dat had te maken met het feit dat het op een aantal cruciale, cruciale momenten. Philips II verkeerde beslissingen nam. Maar dat vraagt een hele. Ja, dat vraagt een lange geschiedenis. Dus dan moeten we in een serie doen. De geschiedenis van de Republiek in twaalf delen. En zit dat een beetje in je hoofd? Moet je dan je dan eerst grondig op gaan voorbereiden? Nou, dit zou ik wel even doorlopen. Ja, hele... ja oké, okay, dus dat gaat er niet van komen. Nee, ik kan wel uitleggen waar dat geld vandaan kwam. Natuurlijk van die OC-handel. Ja. Uh, en dat natuurlijk de opstand tegen de Spanjaarden op die manier wel gefinancierd kon worden. En Dat het natuurlijk voor een belangrijk gedeelte gaat over West-Nederland. En iets minder. Maar, nou, kortom, het vraagt er lang wel. Ja, nee, precies. Mensen moeten gewoon een beetje zoeken wat jij nog meer allemaal doet in je dagelijkse leven. En daar een beetje de vraag over stellen. Bijvoorbeeld dit. Hallo Maarten. De Frankrijk gaat met de pensioenleeftijd omhoog. Uh, in Nederland is het pensioen uh, opgeschoven richting de 70. Het wordt in Frankrijk dus vanaf de... Nee, Het is 67 plus. Het wordt, uh, <laughs> Uiteindelijk wordt het 70. Nou, daar moeten we even afwachten. Voorlopig is het stilgezet, bij mijn weten. Maar gaat, dit is de vraag: gaat het financieel niet helemaal mis als individuele Europese landen zo met hun pensioenjaar verschillen? Daarnaast in Frankrijk legt men de boel al plat als ze tot 64 moeten werken, terwijl in Nederland geen enkel verzet is als de leeftijd waarop men. Pensioen, met pensioen gaat worden opgeschroefd? Nee, dat, is, dat heeft iets te maken met het feit dat in Frankrijk een totaal andere protestcultuur is. Ik heb me overigens niet verdiept in de kwestie eh, of het verstandig van Macron was om van 62 naar 64 te gaan. Op het eerste gezicht zeg je dat spreekt toch eigenlijk vanzelf. Tenminste natuurlijk omdat ook in Frankrijk, zoals overal in West-Europa, de, de gemiddelde verwachte levensduur eh, aanzienlijk is toegenomen. Dus ja, dat, dat, dat creëert vanzelf dit type van problemen die je zo moet oplossen. Maar ik zou maar nog even moeten, want ik las ook op een aantal plekken dat de economen helemaal niet vonden dat dat zo'n verstandige maatregel van Macron was. Maar feit is natuurlijk dat als je er zo naar kijkt, als Leek en de Fransen gaan met pensioen als ze 62 zijn en wij als we 67 plus zijn. Ja, dat is een eigenaardig, dat is een gigantisch verschil natuurlijk. Ook, ook laten we zeggen, voor verzekeringsbedrijven en, en overheidsbeleid. Ja. Hier nog iemand die een meesterwerk voorstelt van Eijk. Met het werk waar in de spiegel achter het koppel de... Ja, ah, hij heeft dat geraden. Ik had toch een raadseltje opgegeven. Ah, dit was het raadseltje, ja. Het Arnolfini-portret is wereldberoemd. Het is sowieso wereldberoemd, omdat het een fantastische schilderij is. Maar in de, in de reflectie van een glimmend gepoetste lamp zie je de schilder in casu van Jan van Eyck. Die kun je zien. Juist, nu weet ik wel waarom dat ook was. Omdat ik eh, toen jij via in Wenen vanaf de hotelkamer, toen zag ik dus in jouw bril, zag ik mezelf zitten. Ja, en toen dacht ja. ik weer aan het Arnolfini portret. Maar, en toen begreep ik eigenlijk dat er meerdere schilderijen zijn waarop deze truc wordt toegepast. Met name, ik geloof, Velasquez met al die, al die kleine infanta's die ook zichtbaar is in een spiegel. Precies. Nou, eventjes dan de credits voor Fabienne. Fabienne Hansel. die heeft dit namelijk doorgegeven. Ze vraagt ook, ga je hier nog een keer wat over vertellen over dit werk van Van Eyck? Of heb je daar geen zin in? Ja, dat zal ik zeker doen, maar eerst moet ik van Van Eyck het lam gods doen. En dan zou ik natuurlijk iets kunnen doen aan het is een prachtig schilderij, het Arnolfini portret, Maar hij heeft een aantal fantastische portretten geschilderd, ook van een van een koel cool meesterschap dat je denkt. En dat is dus begin 15e eeuw. En het lamgods is van 1431 of zo. Oh, dat moeten we nog doen. Wie eigenlijk een van de. Helemaal aan het begin eigenlijk van deze, deze West-Europese schilderkunstige traditie. Wordt een uniek meesterwerk afgeleverd. Wat bovendien een op zijn minst hoogst zonderlinge geschiedenis heeft gehad. Dit is Dick. Hallo Maarten. Zou je eens een uitzending kunnen wijden aan de afluistermogelijkheden die nationale overheden tot hun beschikking hebben? Denk aan onderzeeërs, telefoon, internet, etc. Ja, ze dus doen niks anders dan afluisteren. <laughs> dat heb je al gezegd. Denk, denk in Nederland aan die sleepwet. En nu was ik begreep dat de inlichtingendiensten nog helemaal niet tevreden waren. En eigenlijk gewoon alles en, en, en iedereen op elk denkbaar moment willen kunnen afluisteren. Ja. Je begrijpt nooit waar het goed voor is, maar. Want als het puntje bepaaldje komt hebben ze degene die iets doen nooit, nooit in het gehad. Ja. Of altijd net de verkeerde. Ja, maar nu bij Pentagon hebben ze wel iemand opgepakt. Nou, dat is maar ook een verhaal, zeg. Wat is dit nou? Een ronde biljongetje. Niet waar, wat in een, wat in een lokale organisatie. Eh, het blijkt dat miljoenen mensen toegang tot die informatie hebben. Dit is allemaal van een zonderlinge, onverklaarbare sloddervosserij die je niet voor mogelijk houdt, hoor. Ja, dit is echt. <laughs> nou ja, ze verdienen het ten volle. Dat is alles wat ik ervan zeggen kan. En dan nog begrijp ik van allerlei instanties dat er, dat er wel gerommeld is met die cijfers. Maar dat is een 21-jarige, niet al te snuggere jongen. Die een, 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 een onder-onder-onder-onder-onderknuppel was in een lokale militaire organisatie. dat die over deze informatie kon beschikken. Nou, kom op. Dan verdien je het toch ook dat het, dat het uitlekt lijkt mij. Ja, maar het zijn serieuze documenten, inderdaad. Ja, maar dat bleek wel. iedereen die er enig verstand van had, zei dat er mee gerommeld zou moeten zijn. Ja. Beste Maarten, vandaag in de Tweede Kamer kwam Pieter Omzicht met het voorstel voor kiesdistricten. Nu heeft Maarten wel eens gezegd dat dit geen goed idee is. Vindt Maarten dit nog steeds? En kan ja, toelichten... dat vindt Maarten nog steeds. En kan een rampzalig die... idee. Kun je dat toelichten, Maarten? Wat ja, dat, dat heb ik trouwens al meerdere malen volgens mij toegelicht okay, in, in de podcast. heeft Michel Kosse uit Hengelo-Overijssel niet uh, onthouden of niet gehoord? Dus misschien voor Michel nog een keer eventjes uit Overijssel. Ik wil het er wel eens uitleggen. Laat ik het zo simpel mogelijk houden. Op dit moment heeft de, de Tory party heeft in Engeland een, een zeer ruime meerderheid in het lagerhuis. En die hebben ze verworven via een districtenstelsel, een winner-take-all stelsel, met ongeveer 40% van het electoraat. Mm. Nou ja, als dat democratisch is, dan ben ik een, een zieke hamster. Dat is een voorkomen, ja, het zijn getikte systemen. Laat hij laat dan eens kijken naar de Verenigde Staten, hoe het daartoe gaat met de districten. Ik begrijp het ook niet van omzicht. Want dat is meestal toch een betrekkelijk betrouwbaar sujet. Die weet in ieder geval waar hij het over heeft. Zo is dat. Denk je dat de omzicht naar de BBB gaat? Dat hij zich aansluit? Als hij dat doet, is hij gek. Dat is het einde van zijn carrière als objectieve criticus. Als, als, als serieus te nemen persoon. Maar dan heeft hij wel meer mogelijkheden. Nu moet hij alles in zijn eentje doen met een paar medewerkers. Als ik iets van omzicht heb begrepen, is dat hij het heerlijk vindt dat, dat hij dat het nu in heb... zijn eentje moet doen. Ja. En dat hij wel de allerlaatste ambitie die hij heeft is door Caroline van der Plas aangestuurd te worden. Hallo Maarten, met verbazing nam ik kennis van het feit dat je deelde dat de Nederlandse bevolking verdubbeld is ten opzichte van uh, de Tweede Wereldoorlog. En wat we me vooral verbaasde was de onevenredigheid ten opzichte van onze omliggende landen. Ja. Ik wist wel dat ook in België en met name in Wallonië zich veel Italianen gevestigd hadden in verband met de kolenmijnen. Maar blijkbaar niet in die verhouding als bij ons. Heeft dit misschien met een hogere welvarendheid te maken? Dank voor je pracht, podcast. En ga vooral zo door, zegt Klaas Schepers uit Sint-Willebrocht. Ja, Klaas denkt toch nog. En dat is niet juist dat we dit allemaal te danken hebben aan immigratie. Want de hoofdmoot van die Nederlandse expansie, demografische expansie, dat zijn wij zelf geweest. Omdat wij tussen 1946 en 1968 voor een opmerkelijke babyboom gezorgd hebben. En dat is eigenlijk pas ingestort in de, in de tweede helft van de jaren 60. Er zit natuurlijk ook een immigratie-element in. En als je ziet wat, nu, wat men nu verwacht aan immigratie. In de komende jaren dan he, zal onze bevolking toch nog voorst sterk toenemen. Als het aan onze autochtone bevolking zou liggen, zouden we krimpen. Bas Kleinedorst, beste Maarten. Ik wens u nog veel uh, uitzendingen in goede gezondheid toe. Zou u de NAVO door de geschiedenis heen een defensieve dan wel offensieve organisatie noemen? Ja, lolle vraag. Ik denk eigenlijk eh, bedoeld als defensief, maar met het effect op de tegenstander, zoals dat vaak het geval is, eh, offensief. Dus de tegenstander heeft het zeker als offensief gezien. Overigens staat eh, de NATO, de NATO dateert van eh, april 1949, en, en stelde natuurlijk aanvankelijk militair totaal niks voor. Pas door de Koreaanse oorlog is de NATO ook daadwerkelijk militair opgevuld. En dan duurt het nog tot 1955 tot ook de boendesweer tot stand komt. Dus een beetje effectieve verdediging van West-Europa, dat zat er niet zo in. Je moet echt aan de beginnende NATO moet je zien als wat heet een tripwire. Als, als iets waar de Russen vallen ons aan, struikelen over een struikeldraad, want dat is een tripwire. En dan, kijk, de NATO is in essentie de belofte van de Verenigde Staten dat ze West-Europa en dien noodzakelijk te hulp zullen komen. Dat is het. Dat is de NATO. Nou, de Amerikanen zijn altijd de belangrijkste speler geweest in de NATO. Dat zijn ze tot op de dag van vandaag. Ze moeten niet te veel praatjes hebben van dat wij meer moeten uitgeven, want zij geven uit... Met vanuit een strategisch concept wat de hele planeet omvat. En wij geven uit vanuit een strategisch concept wat alleen Europa bevat. Dus in die zin zijn dat wel verschillen. En het is ook een beetje kinderachtig van de Amerikanen. Dat ze altijd roepen dat zij het allemaal betalen. Ja, deels uit de eigen vrije wil. Wat niet wegneemt dat wij meerdere malen beloofd hebben. Ik geloof 1 of 2 procent bij te dragen. dat in principe niet doen eigenlijk. Dus het point of view van de tegenstander of van de partij die hierover gaat, die bepaalt of het defensief of offensief is? Ja, de NATO was zeker vanuit westelijk perspectief defensief bedoeld, defensief gedacht. Dat kwam wel een beetje omdat de Amerikanen wel een bijzonder rare visie hadden op de offensieve kracht en intenties van de Sovjet-Unie. Maar de Sovjet-Unie heeft de NATO zeker gezien. Als een offensieve daad. Hij ligt het ook nog toe, deze Bas. Hij zegt: De vraag stel ik naar aanleiding van de analyse van Kees van der Peil. in zijn nieuwe boek De tragedie van Oekraïne. toegelicht in een vraaggesprek op het kanaal De Nieuwe Wereld. Een offensieve NAVO past natuurlijk prima in het wereldbeeld van Poetin en zijn vrienden. Van der Peil schaart zijn lezing ook met een uh, conspiratief verhaal. over de Amerikaanse neocons. Bij hem lijkt deze groep ideologen een soort van haviken. Nou, dat zijn het. Dat waren het. Zonder meer, dat heeft ons ongelukkig wijs... niet waar, het, het militair optreden na 9-11 gebracht. Namelijk in Afghanistan en in Irak. Ja. Maar dat, eh, om nou te zeggen dat de Oekraïne de schuld van de Amerikanen is... wat je overigens wel eens leest, er of der... dat gaat mij veel te ver. Dat dus vind ik wel een beetje onzin. Dit is een meneer uit Venlo. Die vraagt ook wat. Hallo, maatje een mijn naam is Hai Willems uit Venlo. Graag zou ik iets meer willen horen over de rol van Finland in de Tweede Wereldoorlog. Alvast bedankt en succes met jullie uitzending. Ja, ook weer een heel verhaal. Omdat uh, Stalin op een gegeven moment aan de Finnen de eis stelt: dat, dat zij een, een aanzienlijke hoeveelheid grondgebied moeten prijsgeven. In feite, om, om voor de Russen een effectievere verdediging van uh, Leningrad uh, mogelijk te maken. En dan zeggen de Finnen: ja, daar beginnen we helemaal niet aan. Ja, we denken er niet over, dat gaan we niet doen. En nou ja, dan valt het Rode Leger, valt Finland aan. En een beetje net zoals wat, uh, wat Poetin is overkomen. Dat leger, dat immense leger, dat krijgt aanvankelijk klop van een piepklein Finns leger. Wat enorm mobiel, snel en onverwacht opereert, eigenlijk weer precies hetzelfde patroon als in de Oekraïne in die eerste maanden. En, en ja, tenslotte wint Rusland natuurlijk toch die oorlog. En dan Finland eh, heeft een aanzienlijke hoeveelheid gebied afgestaan aan Rusland. Dat is waar. Daar rond het Ladoga meer. Ja, dat moet u even opzoeken op de kaart. Dit is wel heel sumier verteld. Ja, dit is heel semier, maar ja, dat, dat, dan, anders moeten we er een half uur voor uittrekken. Ik wil nou wel vertellen hoe die Finse commandant heette. Die heette Mannenheim. En ja, die verstond zijn vak. En het is eigenlijk een beetje het punt dat het Russische leger in eerste instantie altijd volledig totaal tekortschiet. Want dat is natuurlijk in 1941 weer zo. Dus dat, dit speelde dus zich af in 1939, 1941 in idem dito. En nu in vorig jaar, eh, opnieuw. Ze ik ik hebben gewoon altijd twee, drie jaar nodig om überhaupt uit te vinden dat ze bezig zijn om te vechten. De Russen? Ja. 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 Er wordt nog een bericht bijgestuurd. Het laatste wat we nog uh, meenemen, dat is namelijk van uh, de baas uh, van de CIA. Die zegt... Uh, de Russen hebben een grote strategische fout gemaakt, want ze worden enorm afhankelijk door de oorlog van China. Dus ze worden een soort van economische kolonie van China. De verliezen van mankrachten en materieel, de vernedering van het Russische leger in vele opzichten en ook de onthulling van hun zwakheden, de schade op de lange termijn door de sancties en de exportcontroles en de uittocht van meer dan duizend westerse bedrijven uit Rusland zijn slechts enkele zaken die volgens die baas impact zullen hebben op de economische vooruitzichten van Rusland. Ja, dat lijkt me grotendeels juist. Kijk, de economieën van Rusland en China zijn onvergelijkbaar. China is een reus, op hetzelfde niveau als de Verenigde Staten en de Europese Unie. En, en we hebben al eerder geconstateerd dat, dat de Russische economie ongeveer van de afmetingen van de Spaanse economie is. Ja, dat, dat is een fundamenteel verschil. Dus in die zin zijn de productietechnische mogelijkheden van Rusland zeer beperkt. En die van China oneindig veel groter. Mm. Nou, een hele andere kwestie is dat China en Rusland natuurlijk een idioot land is, wat, wat zijn demografische zwaartepunt helemaal in het westen heeft. En de hele rest, zo heb ik al vaker gezegd, bestaat uit dennenboompjes. Mm. Ja, en natuurlijk dat de kans dat, dat dat noordelijke deel van het de Siberische Rusland, dat dat geleidelijk Chinees die wordt door velen heel groot gehaakt. Er zijn nog wat mensen die willen weten hoe de laatste opnames met de Emma Wortelboer waren. Waar jullie geweest zijn in de, de tocht door het land. Oh, we zijn in de Zaanse Schans geweest. En ja, dat had je al verteld. Oh, 10.000 mensen. Ja, nu, we staan stil nu. Emma is naar Tokio vertrokken. Oh, voor vakantie? Ja, voor vier weken of zo. Oh, dus daarna dus ga je voltooi het programma pas uh, in mei. En dan staan alle zes afleveringen erop. Dat zou wel de bedoeling moeten zijn, ja. We moeten alleen nog. Moet, hoe heet het? School moeten we nog doen, onderwijs. Als ik het wel heb. En waar ga je dat opnemen? Geen idee. Ik had een week van tevoren, ik krijg bericht. Hoe, wat en waar. En ga je er dan zelf naartoe of heb je dan de chauffeur? Nee, ik word altijd opgehaald. Oh, zeker, ja. Ze dus komen we met twee camera's. En dan rijdt Emma hier de straat in, in een, in een appelgroene Opel Mokka. Je zou zeggen, Opel Mokka zou bruin moeten zijn, maar deze is appelgroen. En dan uh, toeren wij naar het, uh, naar het object waar we opnames gaan maken. Dat is wel heel fideel, dat, ze, dat je lekker opgehaald wordt. Hoor. Ja, anders zou het niet te doen zijn. En dan staan er op het dashboard plakkers allemaal, gele plakkertjes. En daar staan de vragen op waar we het over moeten hebben. Woont ze elke keer in Utrecht? Nee, zij woont in Amsterdam. Oh, natuurlijk. Ja. Iedereen, iedereen woont in Amsterdam, hè? De media iedereen ergens. woont in Amsterdam. Ja. Je hoort er niet bij als je niet in Amsterdam woont, hè? Theo van Gogh, als die belde, zei, begon die <laughs> altijd het telefoongesprek met, woon je nou nog in Utrecht? <laughs> ja, dat heb ik verteld. <laughs> ja, 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 ja. Dat vond hij. Uh, Dieper dan Utrecht kon een mens niet zinken. Nee. Je hebt heel veel mensen... Uh, Harry Moelis was toch ook zo'n patiënt? Die zei: Ik woon helemaal niet in Nederland. Ik heb niks met Nederland. Stomland. Maar Amsterdam. Ik woon in Amsterdam. Amsterdam is natuurlijk ook een beetje een klein. Amsterdam is het kleinste wereldstadje wat er is eigenlijk. Ja, de Amsterdam 800.000 inwoners. Als ze dat al hebben. Maar wel een, een, ook een wereldwijde renommee. Hmm. Want je weet, als ze in de Verenigde Staten vragen: waar woon je? En je zegt: Utrecht. Dan kijk eens of je niet goed snik geworden bent. Amsterdam Zuid. Of het moet in noordoostelijk Amerika zijn, omdat daar een heel, groot, heel grote firma in kantoor waren. Die heet Utrecht, vreemd genoeg. Ja, dus dan zeg je van, oh, maar Utrecht is een suburb of Amsterdam. Oh, Amsterdam. Nou, daar weten ze alles van. Daar weten ze alles van. <laughs> Nederland ja, was... is Amsterdam. Ja, er zijn toch ook wel eens van die mensen geweest die zeiden, ja, we moeten het land gewoon omdopen om, uh, in Amsterdam. Nou ja, puur toeristisch technisch, maar ondertussen hebben we natuurlijk dat speelde trouwens ook in die Zaanse schans. Uh, ja. Overal is, is het massatoerisme gewoon een enorm probleem geworden. Structureel probleem, los het maar eens op. Zelfs op Texel? Nou, daar heb ik nog weinig van gemerkt, maar dat komt dan dat ik natuurlijk op Texel, weet ik te weg. Dus ik zorg wel dat ik uit het spoor van het massatoerisme blijf. Mm, ja, ja, ja. En wat ga je komende week doen? Yo, ik ga morgen uh, lezen natuurlijk in mijn fijne boek. De Urban Jungle? The Urban Jungle, enorm fascinerend boek. Ik moet het eerst even uitlezen. Dan zal ik vertellen oh. wat er voor fascinerende dingen in staan. Het schiet wel op hè? Ja, ik schiet nu wel op met de Urban Jungle ondertussen. Ja. Ik denk dat ik nog een dagje nodig heb. En dan moet ik uh, dat, uh... Ja, ik weet niet eigenlijk of ik daar iets over mag zeggen daar zijn we er straks zijn we er natuurlijk al over begonnen, maar toen stond hij nog niet aan. Nee, nee, moet je het niet doen. Nee, laat ik dat dus maar niet doen. Dat moet ik ook nog doen. Groot geheim dat horen is we later. Maar dat ja, jij weet het dus. Ja, ja. Hou het even geheim. Luisteraars, <laughs> een geheimtje. Ja, misschien kan, kunnen we doorbellen aan de aan de Amerikaanse Inlichtingendienst dan. Oh, die luisteren wel mee, denk ja, ik, op dan, de een of andere manier. Ja, dan zal het binnenkort zal het wereldwijd bekendgemaakt... Ja, die, die gaan nu onderzoeken wat dit is. ...bekendgemaakt worden, dit, dit geheim. Ik moet uh, maandag in Zwolle optreden. Leuke en, stad is dat trouwens wel, Zwolle. Ja, zeker de binnenstad. De rest, ja. rest is niet van zaak, nee, vond ik zelf. Wel. En dan moet ik, geloof ik, woensdag moet ik naar Almelo. En... Zaterdag moet ik naar Veenendaal. Kijk eens. Op, Maar, maar Veenendaal is om. En dan heb ik nog een afspraak met Gijs. Ja, leuk. Dat is middags een keer. Hoe loopt die videoserie op, op uh, Videoland? Geen idee. Geen idee. Ik heb al zeker twee keer aan Gijs gevraagd: vraag nou eens naar nou hoe dat loopt. Ja. Ik heb het gevoel dat het in, in een bodemloze, duistere put verdwenen is. <laughs> maar eh, Gijs heeft niet, niet verteld hoe het zat. Ik, ik heb, mijn indruk is steeds dat die streamingsdiensten geheim houden hoeveel, hoeveel gasten ze dan voor zo'n voor streaming hebben. Maar ik weet het niet. Het kan zijn dat er tien kijkers zijn. Het kan zijn dat er honderdduizend kijkers zijn. En het kan zijn dat er een half miljoen kijkers zijn. Ik weet het gewoon niet. Nou, Videoland heeft wel uh, al bekendgemaakt dat ze meer dan een miljoen volgens mij betalende abonnees hebben een tijdje terug. Dus daar moet toch wel aardig naar gekeken worden. Nou, ik ben benieuwd. Maar ja, maar heb je dat programma wel eens gezien wat ze hebben? Ik, zeg, ik heb dat zelf niet, dus ik heb geen idee. Ik weet dat die ja dat staat erop. En, en jullie staan nou, erop is, met de dino's. Is, ja, of die dino-programma wat wij gemaakt hebben is hartstikke leuk en informatief. En Hazen staat er toch ook op, of niet? Ja, het is, het is wel van een vrij pijnlijk ombril. <laughs> wat ze te streamen hebben. <laughs> ja. Maar er komt er een tweede seizoen. Gaan jullie iets nieuws maken weer? Tot op heden heeft me, heb ik niets gehoord. Hmm. Er lopen allerlei hoogste interessante voorstellen, maar overigens niet bij Videoland, bij elders. Oké. Okay. Maar, of dat, ja, heb ik al eens een keer eerder gezegd. Hilversum is, is een, 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 een verraadzuchtige nihilistische wolf als het gaat om programma-ideeën. Ja, wat leuk, ja, gaan oh, we eens naar kijken. Wordt verdwijnt in een bodemloze put. Ik heb het vaak genoeg gezegd. Ze zijn overal voor, mits het gepresenteerd wordt door onze bekende zanger. Van, heb je nog even voor mij, hoe heet hij ook alweer? Frans Bauer. Frans Bauer. Dan, dan, als Frans Bauer gaat presenteren, dan staan we... Of, of ja, sorry dat ik dat even vergeet. Natuurlijk uh, Hazes Junior, dat zou ook een mogelijkheid zijn. Maar dat zijn. loopt helemaal niet zo goed, hè. Ik uh, las dat die concerten die hij gaat geven, dat dat niet eentje uitverkocht is. En zijn hit doet het heel slecht. Dus mensen kenden, maar jij vroeg dat toch een keer in een zaal van uh, wie kent hier uh, Hazes Junior niet? Dat was ni ja. niemand die die handel had. Niemand. Er komt dan niemand. door het gezeik met die familie, maar dat is het enige waar. Ja, uh, dat, ik had het erover, dat je dat je in Nederland. Want kijk, als dat nou alleen op, op een soort mediazender, of hoe heet <laughs> dat ook alweer, die mediacourant was, dan zou ik zeggen alleen. Elke randebiel die dat wil lezen, die moet dat vooral zelf weten. Maar het is, natuurlijk, het, het, het is overal. Het is een soort schimmel. Hè? Ja. Ook, ook normale programma's besteden er aandacht aan. Ja. Maar het resulteert dus niet in een hit en een uitverkocht stadion voor je concert. Ik, als dit waar zou zijn... En het zou beduiden dat een groot deel van de Nederlanders... er ondertussen schoon genoeg heeft van dat gelul over die familie Hazes... Dan zou de, in de Nederlandse bevolking toch nog weer een streepje intelligenter zijn dan ik gedacht had. Maar je zet, groot, je zet twijfels bij mijn verhaal. Je gelooft het niet meteen. Nee, hazes, nee, dat zou ik zeggen. dat is. Wat hij ook doet. Ik, ik ben ervan overtuigd dat er bladen zijn die uitgebreide reportages hebben geschreven over hoe hij wakker wordt, hoe vaak hij zijn neus snuit. Of die oefent met de stem, of die zijn tanden wel goed poets, weet ik veel. Het is natuurlijk een, ja, die hele, dat hele gruwelijke onbenul van die media, van het medianieuws. Ja, maar ik denk dus, dan werkt het dus toch zo met die, om nog even over die dinoserie bij Videoland. Dan hebben andere omroepen dat gezien, Denk denken ze dat is toch een leuk concept. Gaan die Van Rossum toch eens even bellen, hij moet dat ook bij ons komen doen. Zo werkt ja. het dan toch. Ik las het tot mijn verrassing dat David Dettenborough, dat, dat hij 4000 dollar per minuut krijgt alleen voor het gebruik van zijn stem. Per minuut. Kijk. Per minuut. Ja, we staan ja dat is wel internationaal. Ja, zover ben ik nog niet, hè? Nee. nee. Dat, dat ik gebeld word voor, voor mijn stem. Maar ik vind het ook wel echt een npo programma dus dit zou het toch ook wel ergens bij de publiek omhoog moeten kunnen worden. Oh, wacht even, wacht even. Gijs in zijn, in zijn. Ja, die heeft het aangeboden. Ja. Daar. Dat heb je al heel vaak verteld, ja. En die wilde het niet hebben. Man, met een hooghartigheid ook. Er was kinderspel. Die Avro, dat is een meesterlijke omroep. Die ging de cultuur overheen schoffelen. Weet ik wat ze <laughs> precies gingen doen. Maar in die dino's waren ze geen klap geïnteresseerd. Ja, echt, dit... echt op deze. Als ik Gijs goed heb begrepen, op zo'n wegwerpende toon. Dat was allemaal niks. Maar misschien dat ze nu wel denken: dat nou is toch leuk. Gaan we toch uh, Van Rossum die past ook echt bij de publieke omroep. Ja, en bij de Avro. Echt ja. een publieke omroepfiguur? Ja. Van Rossum de Avro, man. Uh, <laughs> Avro Tros. Ja. Oh, ja, Ja. ja. Een avondje voor had je toch een avondje Avro? Dat is ook, ook zo'n wonderlijk gerucht. Dat de kijkers te stom zouden zijn. Niet waar? Om op zo'n avond te switchen naar een andere zender. Uit alles blijkt dat de kijkers heel snug gaan zijn op het punt van de zenderkeus. Toen wij met de slimste mensen op Nederland 2 zaten, switchen ze gewoon massaal op het moment dat de, eh, de hoe heet het, de slimste mens begon naar Nederland 2. Eh, avondje Avro. Of eh, wat is het, een weekje trots, <laughs> weet ik veel. Dat is, dat, de kijker wordt op dit punt, namelijk de bediening van zijn afstandsbediening, Wordt die enorm onderschat. Geen mensen zitten de hele avond... naar een zo'n zender te kijken, toch? Ja, maar tenzij je niet kunt zeppen. Nou ja, dat volgens mij kan tegenwoordig echt... zeppen. dat kan echt iedereen. Ja, dan moeten ze natuurlijk weer terug voor... voor. Oh nee, laat ik daar nou niet over beginnen. Dat is flauwekul. Dat gaan we niet doen. Oké. Okay. Gaan we volgende week weer uh, een moment zoeken? Ja, dat zal... Uh, poeh ja misschien zaterdagmiddag ja dat kan kijk dat hoort tot de mogelijkheden ja Venendaal is niet al te ver lampengat of het lampengiet God weet ik hoe het heet dat is toch Venendaal de klomp ja ik, ik las in de krant ook dat het theater op instorten staat dus ik ben... in Venendaal ja ik ben wel benieuwd of het er nog staat ja. aan de zaterdag wanneer ga je nou een keer naar Carré? ik ben al twee keer in Carré geweest maar je staat altijd in van die, van die uithoeken van het land ja, maar dat heeft grote voordelen. Namelijk de boel uh, vrijwel altijd uitverkocht is. Dat ja, is in Amsterdam ja. toch ook wel? Komt... Nou, ik denk niet dat ik carrière uitverkoop, ik gezegd. Hoezo niet? Nou, uh, misschien één keer per jaar of zo, maar niet, niet, niet op, op structurele basis. Je hebt daar veel meer, zeg maar, je verzorgingsgebied is veel groter. Dus er zijn veel meer mensen die denken: oh, awesome, daar ga ik eens naartoe. Ga ik eens naar luisteren. Ja, in Amsterdam is een enorm aanbod van, van alles en nog wat. Kijk, als je dus naar Venenda gaat, dan ben je die avond de enige die in Veenendaal komt optreden. Ja, maar ja. Echt. In Amsterdam zijn misschien wel uh, 30 of 35 gelegenheden om iemand of iets te gaan bekijken. Maar Gijs Groenteman, die staat ook in Carré, die verkoopt dat ook uit. Nou ja, ik, uh, ik ben heel tevreden met Tivoli, moet ik je zeggen. Ja. ja maar... Ik vind 600 man prima deluxe. Dus Carré wil je niet doen? Nou, ik wil het best, maar. Je was toch een keer in Carina, was dachten mensen dat Van Duin kwam en toen kwam jij? Zeker. <laughs> ja. Het werd me toen gevraagd of ik dat wou doen. Hij was ziek geworden. Nou ja, ik zei nog: van ja, maar het publiek dat is, dat is totaal anders dan het publiek wat ik trek. Dat <laughs> ja, was helemaal geen probleem. Want dat, het was in hoge mate. Overigens was dat niet Carrée, maar was de Lamar. Oh, oké. Okay. De nieuwe Lamar. Dat was totaal geen probleem, want voor de mensen was het gewoon, ging het om een avondje uit in Amsterdam. En die boekte dan één overnachting, één eetpartijtje en een theateropvoering. Oké, okay, en wie er dan kwam maakte helemaal niks Precies, uit. precies. Het had ook de jonge Hazes kunnen zijn, bij wijze van spreken. Ik ben twee keer in carré opgetreden, dat was allebei de keren uitverkocht. Daar was ik zelf ontzettend tevreden over. Ik denk, ik vind het wel goed zo, ik kan altijd zeggen, ja, ik heb carré uitverkocht twee keer. En laten wij niet eh, de duivel verzoeken om het nog eens een keertje te proberen. Nee. Dat was mijn, dat was mijn idee. Ik zou zeggen, dat, dat voor mij is een beetje al die zalen waar het zo'n 400, 500 en enkele maal 600. Dat, dat krijg ik vol. Maar ik krijg 1700 percies plaatsen. Hè? Ja, dat is veel. Dus ja, voor mij hoeft het niet zo nodig. je heb ik een miljoen kijkers bij de slimste. Nee, 1.3. Ja, nou kun je nagaan. Ja, maar dat is toch heel wat anders. Dan moet ik samen met Philip op gaan treden. Ja, dan is het misschien, misschien een keer een live-editie van de slimste. Dat wordt vaak gevraagd in den landen voor, voor bedrijfsdag. Uh, oh ja, voor de kerstborrel. Daar zijn Philip en ik geen voorstanders van. Ik vind dat. Uh, ik weet wel dat ik mij inderdaad ook kritisch heb uitgelaten. Je had dat programma met Marcel van Dam en het Paul huis. Witteman, het lagerhuis, precies. En dat kon je gewoon huren voor een avond. En dan kwamen ze met een soort vrachtauto waar al die, die bankjes en die, en die hekjes in zaten. Kwamen ze voor rij en het kostte natuurlijk een smak geld. En Witteman deed ook mee? Volgens mij wel, ja. Maar dat, ik, nogmaals, ik voel daar niks voor. Nee. Wat wij doen in, in, hoe heet het, in Tivoli. Uh, Namelijk zo'n avond een, een podcast inclusief een soort lezing. Die altijd te lang duurt, zoals je weet. Minstens even goed als ik in ieder geval. Dat vind ik prima. Dat, dat bevalt me best. En vind ik ook dat is nog serieus te nemen. En dan heb je niet het gevoel dat je zo'n formuletje uitverkoopt. Nee, nee, nee. En de slimste begin, denk ik, weer binnenkort. Hè? Nou, opnames beginnen over een maand, geloof ik. Oké, okay. voor de zomer. Ja, dat begint dan in half juli, begint dat te draaien. Ja, ja, ja. En dat is tot en met de laatste week van augustus. Ja, ja. En doe je ook nog een paar keer wat onderwerpen rondom de Tweede Wereldoorlog, nu 4 5 mei er weer aankomt? Dat kunnen we doen. Ja, eens even denken, dan kunnen we natuurlijk kiezen voor het begin en we kunnen kiezen voor het eind. En we kunnen kiezen voor de hoogst interessante vraag waar we het wel zo over had, hebben. Had Duitsland kunnen winnen? Zo ja, wanneer dan en hoe? Heb je dat niet alles gedaan? Ja, dat heb ik alles gedaan. <laughs> dan maar dan maak je niet uit. Ik, ik, als jij zegt Tweede Wereldoorlog. Alles van de Tweede Wereldoorlog heb ik al een keer gedaan. Maar misschien natuurlijk. kun je een aspect wat niet veel mensen weten eruit lichten. Oeh. Aspect. Wat weten mensen nou niet? Duw, duw, duw. De kunst van Hitler, de gestolen kunsten van de naties. Ja, het, het is onbeschrijfelijk vermelig is dat onderwerp. Bovendien, um, ja. Ik weet niet of je daar een programma over kunt maken. Ja, ik zit even te denken wat je daar nou eens van zou kunnen bouwen. De... Iets wat we nooit gedaan hebben over de Tweede Wereldoorlog. De ja, concentratiekamp heb je ook nooit gedaan. De Holocaust heb je ook nooit uh, uitgebreid besproken. Nou, nee, toch jawel wel toch. Kijk, ik heb volgens mij altijd mijn Tweede Wereldoorlog. Ik heb zo'n boekje geschreven over de Tweede Wereldoorlog. En volgens mij heb ik dat wel heb ik meerdere malen vanuit verschillende perspectieven. heb ik dat volgens mij behandeld. Als ik het me goed herinner in ieder geval. Had het eerder af kunnen gelopen kunnen zijn? Ja, denk het wel. Poe, poe. Is het het meest idiote en nutteloze conflict wat ooit gevochten is? Ja, maar dan moet je terug naar de Eerste Wereldoorlog. Dan moet je terug naar die auto waar we in Wenen weer naar zijn gaan kijken? Ja, ik ben enorm gevoelig voor die auto. Ja, dat heb je verteld in de vorige aflevering. Moeten mensen maar even terugluisteren? Ja, precies. Um, nou, als jij iets nieuws weet over de Tweede Wereldoorlog. Nou ja, laten we dus aan de luisteraars vragen of ze ideeën daarvoor hebben. De moordaanslagen op het leven van Hitler hebben Nou, dus. er zijn er heel wat geweest. Daar is een heel boek over. Over de moordaanslagen. Het is echt verbluffend wat er fout kan gaan bij een moordaanslag. En wat er tenslotte bij de enige half succesvolle aanslag ook weer fout gegaan is. Het zijn altijd dingen waar je niet aan denkt. Tas aan de verkeerde kant van de tafelpoot gezet. In je zenuwen, ja, je denkt er totaal niet aan. En als het aan de andere kant had gestaan, dan had hij het niet overleefd. Ehm um, Zit nou even te denken... Ik weet nou niet een perspectief... waar je zegt van, nou, dit is echt totaal nieuw. Ja, nogmaals, luisteraars... Laat eens iets weten. Dan niet iets waarvan u. Kijk, als het, als het daar zo niet wekenlang studie vraagt. dan heb ik gewoon niet de tijd om dat erin te steken. Nee, nee het moet iets zijn wat je makkelijker kunt doen. Wat je eigenlijk al ja, weet. De V1 en de V2 en zo. Dat heb ik toch ook wel een keer ja, gedaan. Ja, dat heb ik een keer gedaan, ja. Zie je, dat dacht ik al. Vergeldingswaffen. Ja. Volkomen nutteloze over. Uh. Nou, we doen een beroep op de luisteraar. Ja. En dan kijken we de volgende week eventjes wat er binnen is gekomen. Ja, omdat ik voor mijn gevoel die hele Tweede Wereldoorlog meerdere malen van voor naar achter en van achteren naar voren heb behandeld. Omdat het inderdaad altijd het onderwerp is waar mensen iets over willen weten. Ja, dat is natuurlijk spannend. Nou ja, dat is de vraag: is het spannend? Het is alleen spannend als ooit de mogelijkheid heeft bestaan dat de Duitsers zouden winnen. Dan wordt het spannend. Jo. <laughs> Ja, als dat democratisch is, dan ben ik een, ben ik een zieke hamster. De sluipschutter. Maarten Verossum over de Tweede Wereldoorlog. He, dus iemand die zich handig verstopt en die elke vorm van beweging bij de tegenstander zou kunnen afstraffen. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. En de Duitsers hebben ook de primeur gehad van het gebruik van gifgas. En ieder deze week hebben we het in deze podcast ook gehad over de komst van Macron naar Nederland. Tijdens dat staatsbezoek werd onder andere gesproken over kwantumtechnologie. Nederland zet flinke stappen op dat gebied en Freke Heijman weet daar alles van. Het is de toestanden van de allerkleinste deeltjes. Dus elektronen, fotonen en die kunnen in de natuur in uh, verschillende toestanden tegelijkertijd zijn... en ook verstrengeld met elkaar... En dat ja, is een natuurlijk fenomeen. Uh, en met kwantumtechnologie benutten we dat fenomeen in technologie. Zij was bij het bezoek van Macron, sprak zelfs met de president en vertelt nu in de podcast Sea-Level welke stappen Nederland zet op het gebied van kwantummechanica. Het gesprek hoor je via de link in de show notes.